Ja, ja, het staat overal. Ja, ja, dit is 100 voor 7 euro en 2 zakken. Ik kom nog eventueel. Ja, voor nu om te plaatsen. Die plaats je in het najaar en dan doe je een klein beetje grond, een klein beetje op een ruggetje leggen. Niet helemaal zo, net als bij aardappels, maar een klein beetje. Dat de wortels in de winter niet onder water kunnen staan. Oké, dat is een beetje per halve. Ja, 7,75 als jullie voor binnen. Ja, ik sta net naar je te luisteren, ik ben bezig met een klant en toen hoor ik je over eten. En toen dacht ik, eten, maar jullie verkopen heel veel eetbare zaken eigenlijk, hè? We hebben heel veel eetbare producten, ja. Zeker door het seizoen heen. Kijk, nou is de planttijd ver over. Maar zometeen, als in februari, gaan we weer beginnen een rondje met zaaien. Eerst de groenten voor in de kas. Daarna gaan we in april of mei gaan we doorschakelen om op de volle grond te gaan planten. Ja, want ik hoor het ook wel eens van iemand die heel graag kookt. Die gaat inderdaad bij jou altijd, of bij jullie, gaat hij altijd om allerlei... Ja, we hebben onder andere een klant als kok. Die komen inderdaad altijd preiplantjes halen. Die verwerkt hier zijn gerechten als prijsschutjes dus. Ja, dat is toch wel buitengewoon. Maar als je nu zo, hè, want de hele allemaal jullie hebben van viooltjes tot... Kijk, daar hebben we meneer De Bruin zelf. Ja. Hey, dat is de grote baas. Ja, jij bent Henk De Bruin, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we staan net te praten over dat jullie zoveel eetbaars hebben. Ik hoorde net, ik denk, hè, eetbaar, maar... Jullie zijn veel meer dan gewoon een plant. We hebben eigenlijk kamer. Alles voor de heerlijke tuin. En dan staat dan tussen haakjes, zeg maar. Dus dan, de eerlijke tuin uiteindelijk. Hè. We proberen ook de biologische, plantaardige manier te kweken, zeg maar. En te promoten, te verkopen en toestanden. Soep is er ook al. Ja. Sammy, die zorgt voor de soep. Hè. Met bal, Sammy. Krijg je dat elke week een bakje soep? Ja. Oh, dat is mooi. Krijgen alle collega's dat of moet je dat zelf bestellen? Nou, vroeger voorheen stond er altijd iemand die met koffie rondkwam en met soep tussen de middag. Maar die is met pensioen en dan heeft zij dat een beetje op haar pak. Oh, maar dat is wel mooi toch? En ja, gelijk het ook. Ja, dat is soep dus. Dat is mooi. Voor ons was het wel interessant, want ja, we kunnen niet altijd tussen de middag weg. En nu is het rustig, dan kan je elkaar aflossen. Ja, ja, ja. Het is wel fijn om even een bakje soep kunnen pakken. Ja, en ook de mensen eigenlijk wijs proberen te maken, en dat is ook zo, gewoon uit eigen tuin eten en daar hoor je gewoon honger. Ja, nou ja, precies. Nee, maar sla uit de supermarkt wordt op 8 dagen tot 10 dagen wordt die groot getrokken vanuit zo'n kluitje die dat wij verkopen. En dan komt er zo'n krop. Ja. Dat is gewoon niet gezond, want dat ziet nooit geen potgrond, dat ziet helemaal niks. Nou, en wij staan erbij stil en proberen daarop aan te sturen om echt op een eerlijke manier gewoon echt te delen. Ja. Niet volledig biologisch, maar toch echt dat je geen gifstof aan het eten bent. Ja. Nou, helder wel. Duidelijk. Een lekkere taaien van 2000 vlieguren. Ik kan niet goed zijn, hè? Henk, daar zei je het toch, maar ik ben toch benieuwd naar Ben altijd. Hoe lang sta jij al op de weekmarkt? Ik sta al op de markt, ja. Ik ben natuurlijk van kinds af aan met mijn vader altijd mee aan de markt. En, was dat ook Tuin De Bruin of was dat, heette dat anders? Toen was het Zaadhandel De Bruin. Toen deed je echt meer in zaad. En die plantje eigenlijk later er allemaal bij gekomen. Ja, want dat heeft ook een ontwikkeling gemaakt uiteindelijk. Want vroeger zaaien de mensen ook allemaal zelf en die planten dan ook allemaal zelf uit. Hij komt eraan, hè? Oh, wordt hij erbij of zo? Dus zodoende zijn ook die plantjes, dat assortiment is dan vergroot. De kruidenplanten zijn zeker vergroot. Maar waar kom je oorspronkelijk vandaan? Je bent een van de weinige Zeeuws-Vlamingen op de markt? Ik kom zelf uit Hulst. Oké. Okay. Geboren en getogen in Hulst. En daar sta je ook op de markt of niet? Ja, maandags in Hulst. Maar je zegt dan als kind zelf al, maar ik ben natuurlijk helemaal niet hoe oud jij bent. Ik natuurlijk ben een jonge Andonis. 47. ja, 14, 15 jaar, een beetje meegaan naar vakanties in het weekend. En dan later leeftijd na het school, heb ik de tuinbouw school afgemaakt. En dan ben ik in de zaak gegaan en een beetje zo eigenlijk toch al overgenomen. En sinds 2015 zijn we een webshop begonnen, moestuin en bloem. Oké. Okay. En dan is echt het verzenden van moestuin, heel het assortiment, plantjes, zaden. Daar ben je ook nog veel mee bezig. Wat hoeveel dagen in de week? Mevrouw eigenlijk. Oké, okay. Wat hoeveel dagen in de week sta je op de markt? 5 markten. Oké. Okay. Dus dat is ook intensief. Ja, plus je inkoop en je onderhoud van je spullen. Dus je bent er wel 7 dagen mee bezig, hoor. Oh, daar wil ik wel met die mevrouw zat even te... Maar Henk, ik ben ook nog benieuwd, bloemen, planten, eetbare, de heerlijke tuin. Is dat nog een goede business anno 2019? Ben je er tevreden over allemaal? Ja, dus
Dus omdat ik het ook met de paplepel meegekregen heb dat we wel goed advies kunnen geven. En Marnix ook heel verstand van tuinplanten. Mensen waarderen dat wel. Hè. En ook met die bloembollen, ja, het seizoen pakken we toch wel flink mee uit. Hoor. Want dat zie je bij veel winkels toch niet zo gesorteerd, zeg maar. Maar je ziet ook dat de Weekmarkt Middelburg, die hebben ook natuurlijk veel Duitsers altijd op bezoek. Kopen die ook bij jou? Of is dat, ja. Ja? Ja, die kopen voornamelijk bloembollen. Voor de tweede huisjes in de tweede tuinen? Ja, maar die prijzen liggen hier toch iets lager en het assortiment is ook best wel, ja. We hebben best wel veel keus. Online, ja, we zijn ook partner bij bol.com, dus dat is ook best wel hoopgevend, hoor. Want wat dat betreft dan wel echt met je tijd meegegaan, want dat doet niet iedereen, hè, internet? Ja, we zijn niet van het stilzitten, we hebben ook echt alles geprobeerd. Ook vaak op ons gezicht gehaald, zeg maar. Voorraden van tankstations met bloemen en planten. Ja. Maar ja, komen we toch niet tegen de supermarkten. Nee. Ik heb geen pijn, hè? Wat is die bedoeling? Herkenbaar bij. Ik hoor deze. Herfstassen.